Zwitserland Sport nabeschouwing. Goedemiddag Laurens. Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Vanmiddag speelde je in Twello tegen Voorwaarts. Won met 0-3. Was het zo'n makkelijke wedstrijd als het de uitslag lijkt? Ja, laat ik vooropstellen dat we onder heel moeilijke omstandigheden moesten gaan voetballen. Dat geldt voor beide ploegen. Want ik denk dat Voorwaarts daar net zoveel last van had als wij. En misschien omdat het ook een technische ploeg is. Mm-hmm. Dus het grasveld van Voorwaarts nodig niet uit om technisch een goede wedstrijd te spelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat met de omstandigheden daar we prima mee om zijn gegaan. En als team zijn we een geweldige passage hebben neergezet. En voor elke meter geknokt hebben. En met een hele goede instelling hebben gespeeld. Het werd 0-3. Moet je dan de hele wedstrijd wel een beetje beheerst hebben. We hadden daar een verslaggever, Laurens Veldmaat. En die zei ook Roda heeft in mijn ogen de hele wedstrijd gedomineerd. Klopt dat? Ja, dat klopt ook wel. We hebben wel veel kansen nog gemist. Een paar hele makkelijke kansen nog zelfs. We hadden minimaal 2 keer vaker moeten scoren. En we hebben eigenlijk niks weggegeven. Dus de keeper heeft geen hoofdrol hoeven te spelen vandaag. En we hadden het redelijk onder controle. Hè. En het kwam ook omdat Voorwaarts niet in doen was. Want ik vind nogmaals dat ze veel kwaliteiten hebben. Mm-hmm. Ik denk ook dat we goed op ingespeeld hebben. En ik vind dat de jongens dat vandaag heel goed hebben ingespeeld. Ja. Kevin Peppels was er vandaag niet bij. Is hij geblesseerd? Ja, Kevin was geblesseerd. Maar het luchtgebed was ziek. Jimmy Jansen was geblesseerd. Janu is al langer geblesseerd. En we hadden nog wel wat jongens niet beschikbaar. Mm-hmm. Maar goed, we hebben zelf een goede groep. En we hebben gewoon een selectie spelers die er toch wel gewoon in kunnen zetten. En we hebben een grote selectie. En dat heeft zich vandaag wel terugbetaald. Dat echt een teamprestatie was, een groepsprestatie. Mm-hmm. En dat de jongens die dan vandaag moesten spelen, dat die gewoon prima hebben ingevuld. Precies. Jullie maken al langere tijd een gedegen indruk, Laurens. Valt dan af en toe het woord kampioenschap al in de kleedkamer? We hebben in het begin van het seizoen al uitgesproken dat wij willen promoveren. Dus of het nou kampioenschap is of op een andere manier. Mm-hmm. Het beste is natuurlijk dat je kampioen wordt en je daar komt te spelen. Kijk, die ambities hebben wij. We hoeven ook niet onder stoelen en banken te schuiven. Maar daar moet er nog wel wat gebeuren. Daar zijn we al vroeg mee begonnen. In het seizoen al heb je corona, dan lig je weer stil. Mm-hmm. En daar zijn we in de winterstop ook volop mee bezig geweest. En ook via onze trainingskamp. En het bewust worden, die uitdaging, hoe je voor jezelf aangaat om voor maximaal te presteren. En dat is een proces waar we in gang hebben gezet. En wat nu toch wel beter wordt ingevuld. Vorige week vond ik dat we slecht speelden, wel wonnen van Timantia. Ja. Maar vandaag dan, staat er echt wel een ploeg van die het beseft van wat moet gedaan worden om, om toch in die flow te komen. Ja. En ik heb dinsdag ook er goed mee geconfronteerd. Ik vind dat niet dat we in de flow zitten, ondanks dat je wel veel hebt gewonnen de laatste tijd. Mm-hmm. Maar goed, het was niet overheersend. En vandaag speel je wel overheersend. En bij gewoon over 90 minuten de betere ploeg. En krijg je niet moeilijk achteraf, En dan ben je dan wel vrij gemakkelijk. Dan had ook wel maar 0-5 kunnen zijn. Volgende week ook een spannende wedstrijd dan ook tegen Winterswijk. Want die staat er bijna bovenaan op plekje 3. Ja, klopt. Die komt er goed bij, meer. Dat is eigenlijk een hele leuke ploeg en om te kunnen voetballen. Dus we spelen dan weer thuis. En die moeten ook proberen van ons af te schudden. Dus we zijn nu op dit moment eigenlijk bezig van de concurrenten wat proberen weg te zetten. En met een buffertje in gaan bouwen. Nou, als we daar volgende week ook in kunnen slagen om dan ook nog eens een keer Winterswijk weg te zetten. Dan moeten we nog met TVC gaan afrekenen. Ja. En dan staan we dan toch wat los, En goed, TVC is natuurlijk wel een geweldige outsider erbij. Ja. Die moet die WC eerst nog weer inhalen en winnen, om erbij te komen. En dus we moeten zien dat Winterswijk volgende week een kopje onder krijgen. En dan gaat is ook weer volledig de focus op. Dus. Precies. Kunnen jullie nou ook merken dat het publiek een belangrijke meerwaarde is voor jullie? Je hebt ook wedstrijden zonder publiek gespeeld? Kijk, het is altijd leuk om met het publiek te spelen. Dat er wat beleving aan de kant is. En dat je respons van een paar mensen krijgt. En hoe waar dat bij betrokken is. Dan leeft het natuurlijk wel wat meer, als je alleen maar vocale zijkanten speelt. En, in feite moet je de mindset maar niet uitmaken. En, het is goed dat er gewoon publiek bij is. En dat is gewoon prima. En zeker dat je krijgt een beleving in de club. Mm-hmm. Nou ja. En misschien ook in het dorp zelf wel. Of de plaatsen Roda en Raalte, Dat daar ook mensen daar iets leuks zien groeien. En, daar worden jongens ook over aangesproken in het privéleven. Dus die gaan op dat moment en zeker nu ook wel een rol spelen. Ja, precies. In ieder geval
Vandaag 3 punten bijgeschreven. Volgende week een belangrijke wedstrijd tegen Winterswijk. Wellicht pak je daar een klein sprongetje in de ranglijst. De ambities spreken voor zich. En we zullen je dat zeker blijven volgen. En ik wil je daar heel veel succes bij wensen, Laurens. Oké, dankjewel. Goed zo. Fijne dag nog. Yo, tot ziens. Dag.